Bevallen. Dat doet pijn, joh. Zo. Stel je voor, je gaat bevallen voor de eerste keer. Dan duurt het gemiddeld zo'n 12 à 16 uur. En dan heb je weeën. En dat voel je. Dat doet echt zeer. Ja. Weet je, die baarmoeder die moet dan ontsluiten. Je hebt 10 centimeter ontsluiting, zodat de baby geboren kan worden in de persfase. Maar die weeën, die baarmoeder gaat helemaal samentrekken. En dat ga je overal voelen. Maar ook gewoon in je bekken. En hierachter ga je dat ook. Want het kindje zakt steeds verder dat bekken in. Dat is zeer. Of toch niet? Ik ben alleen van jouw geboorteavontuur. En ik ben geboorte mindset coach in Den Haag. Ik geef zwangerschapscursussen, geboortecursussen eigenlijk. Aan vrouwen en aan mannen. Ter voorbereiding op de bevalling. Waarin we werken aan kalmer, ontspannen, relaxter bevallen. Door middel van mindset. Ik ga je nu iets vertellen. Ga je zo blij van worden? Blijf kijken. Kijk. Een bevalling. Ik ga hem even uittekenen. Die komt toe. Een bevalling moet je dus van 0 tot 10 centimeter. Ontsluiting. Zo. En dat gaat dan doorgaans of is zo. Hop. Zo. Dit is de periode waarin je gaat, waarin die baarmoeder gaat ontsluiten. En qua intensiteit met een pijl omhoog, dat ga je voelen door middel van weeën. Weeën, 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 weeën. Hier is het allemaal nog zo, een beetje zo. Maar op een gegeven moment wordt het wat intenser. En hier zie je regelmatige weeën. Ja, die qua intensiteit hier zitten. En niet meer hier. Dus 0 tot 10 steeds intenser. Ja, dit is de persfase. Die duurt bij een eerste kindje ongeveer 1 à 2 uur. Dan is de baby er. Oké, dit is een bevalling. In zijn geheel. 12 uur nu even. Voor het gemiddelde 12 uur. Luister. Een wee heeft ongeveer dezelfde vorm. Die voel je aankomen en dan bouwt hij zich op. Zo. En dan bouwt hij zich op. En dan hier denk je, oh, nu wordt hij wel echt heel erg scherp. Zo, hier. En dan op het moment dat je denkt, nu vind ik het niet meer leuk, hebt hij weg. Dat is een wee. Dus hup, omhoog, weg. Omhoog, weg. En een wee, die duurt gemiddeld 1 minuut à 1,5 minuut. Zo'n beetje. Dat is een wee. Dus tijdens een bevalling van 12 uur heb je weeën. Nu hebben ze een keer uitgerekend, en hier ga je echt blij van worden, luister. Nu hebben ze een keer uitgerekend dat bij een bevalling van ongeveer 12 uur, het x aantal weeën dat je dan hebt, waarvan de piek 15 seconden was, wat je niet zo leuk vond, dat bij elkaar opgeteld in 12 uur tijd ongeveer 20 minuten aan piek is. Dat je niet zo leuk vond. 20 minuten. Valt mee, hè, ineens. Dan denk je, oh, 20 minuten. Dat is ineens een heel ander verhaal. Nou, dat is het inderdaad. Maar, als je net een wee hebt gehad, waarin je omhoog ging naar die piek van 15 seconden, waarin je het allemaal echt niet leuk vond, en hij is weggeëpt, vervolgens soort van verkrampt zit, omdat je denkt, er komt er zo weer een. Oh nee, er komt er zo weer een. Oh, dat doet zozeer. Oh, daar komt er weer. Oh, daar komt hij. Oh, kak, daar komt hij. En je gaat er zo in. En dan komt hij weer. Dan is eigenlijk die hele 20 minuten echt niet leuk. Wat? Zelfs die 12 uur lang is echt niet leuk. En dan? Nee, dan is bevallen niet leuk. Terwijl ik zeg, als je het een beetje onder de knie hebt, kan een bevalling wel heel leuk zijn. Daar train ik dus op. Ik train zwangere stellen, dus mannen en vrouwen, naar relaxed ontspannen bevallen. Door dit soort dingetjes die ik net uitleg, maar ook door het middel van ademhalingstechnieken, waardoor je leert om die piek beter te handelen. En ook door middel van mindset, van hoe ga je erin, hoe ga je het beleven. Dat zijn mijn cursussen. Denk jij nu, oh wauw. Ik wil er meer van weten wat ze doet. Ga dan alsjeblieft naar www.jouwgeboorteavontuur.nl en kijk dan eens naar mijn cursusaanbod. Ik geef hypnobirthing cursus aan zwangere stellen. Ik geef eendaagse cursussen aan zwangere stellen. Maar ik geef ook de women only cursus voor vrouwen alleen. En dat doe ik allemaal in Den Haag. En jij bent welkom, met of zonder partner. Onder mij op mindset training te komen en vervolgens helemaal voorbereid die
hele relaxed, ontspannen en toffe bevalling in te gaan. Zodat je echt gaat genieten van het krijgen van jouw kindje. www.jouwgeboorteavontuur.nl. Ik hoop je te ontmoeten.